mijn werk wordt vaak betiteld als extreem en chockerend. Dat is inderdaad ook juist de bedoeling van mijn werk. Omdat er heel veel dingen, zaken zijn gebeurd in het verleden waar men niet makkelijk over durft te praten. En een volk die zijn geschiedenis kent, dan kan men zelf invulling geven als men zaken gaat vergelijken wat ik op het canvas heb neergezet. En dat moet dan gaan leiden tot gezonde discussies. Mijn naam is Koert Nahar, ik ben 20 jaar beeldende kunstenaar en ben verbonden aan Raditex Art Gallery. Kunst heeft me enorm beïnvloed. Vanaf kleins af aan had ik een beetje talent in het tekenen. En iedereen steunde me, anderen lachten me weer uit. Maar ik mag de gemeenschap inderdaad kenbaar maken dat een mens zonder kunst in feite als een zombie door het leven gaat. En dat betekent die kunst voor mij. Het heeft me hele leven op een positieve manier ondersteboven gezet. En het heeft me ook gevoelhorens gegeven om zaken en mensen anders te zien en omstandigheden ook anders te benaderen. Door kunst te mogen ervaren op mijn manier en natuurlijk een team als Raditex Art Gallery en de visie van de vrouw in het algemeen die daarachter staat, heb ik inderdaad heel veel ervaring mogen opdoen in het buitenland. Het mooie wat je als kunstenaar ervaart wanneer je op vele plekken in de wereld bent geweest, dan leer je als kunstenaar anders kijken van waar je vandaan komt. Dat is in feite de grootste meerwaarde dat je ontdekt op al die reizen die ik heb gemaakt. En de wereld staat niet stil, maar het geeft jou in feite een derde oog om ook terecht te blikken van wat voor waardevolle zaken we zelf hier in ons eigen land dagelijks meemaken, maar er niet bewust van zijn op dat moment. Mijn werk is gebaseerd vanuit het Dadaïsme. Het Dadaïsme is een hele grote kunststroming uit de kunstgeschiedenis. En in feite biedt die stroming breekt alle tradities in. Op school leer je dan inderdaad bepaalde formules de manier is van kunst maken. Maar het Dadaïsme breekt met alles. Dus je kan inderdaad, je hoeft geen verf te gebruiken. Maar dan heb je allerlei handenmaterialen voor je om in feite je boodschap heel duidelijk naar voren te brengen. Mijn boodschap is sociaal, maatschappelijk, maar ook politiek geladen. Met als hoofddoel om discussies op gang te brengen. Kunstenaars hebben niet alleen de taak om het mooie beeld van het leven te weerspiegelen op voor alles wat ze maar doen. Maar kunstenaars zijn bevoorrecht in feite in die samenleving om opvoedend te zijn, om het totale beeld van het leven te laten doorschemeren in het werk en om zo opvoedend te kunnen zijn naar die samenleving toe, wat een realiteit in die samenleving speelt. Ik zal het hebben over een heel mooi werk van me dat daar in de hoek is met de trein. Dat werk heeft me inderdaad ook geïnspireerd omdat er heel veel dingen, zaken zijn gebeurd in het verleden waar men niet makkelijk over durft te praten en waar politieke leiders er winst mee proberen te maken. En zoveel met beloftes komen, dan vraag ik me af waarom we dit als volk wel verdienen. Alsof we dan niet beter weten over onze geschiedenis. En om de gemeenschap wakker te houden,
dan gebruik ik dat soort onderwerpen om de aandacht te trekken. Dat beloftes dan in feite geen middel moeten zijn om een waarachtige leider te kunnen kiezen. Kunst is het ultieme middel om de geschiedenis en de echte waarheid niet te verbloemen in een samenleving. Een volk die zijn geschiedenis negeert en probeert te verdraaien of anders op te gaan schrijven, doet aan geschiedvervalsing. En daar kan je geen volk mee opvoeden. En daarvoor heb je kunstenaars nodig. Daarvoor heb je muzikanten nodig, daarvoor heb je zangers nodig en dansers die het allemaal op hun manier naar voren kunnen brengen, zodat de echte waarheid gaat leven in die samenleving. Dan alleen ga je een gezonde samenleving krijgen, waarbij we elkaar niet schuin hoeven aan te kijken, waarbij we dan in feite over onze geschiedenis kunnen leren zoals het is.